Yo mensen, ben je Groen en kijk goed af vandaag. Kijk wij. Opnieuw. Yo mensen, ben je Groen en kijk goed af vandaag. Kijk jij naar mij die Pokémon speelt. En dat is zo van, wow, dat is cool. Ja, het zeker weet cool. Ik heb gekeken voor de verlichting van vorige aflevering. Want dat ik zo van heel, ja nou is minder. Maar ik heb minder gemaakt. Ik dacht iets van, ja, weet je wat, doe ik helemaal donker maken. En dan doe ik een lampje. Maar dan kreeg ik ook kut webcam kwaliteit. Want ja, webcam doet zo slecht in het donker. Wij gaan door. En wat wij gaan doen is, we gaan Pokémon vangen. En dit is Pokémon, die gaan wij vangen. Tenzij de rat af. Pidgey misschien ook wel. Ja, deze wil ik. Want. Ga je naar waarom? Deze is gewoon cool. Flight en Tackle en hoe zo. En bam. Zou hier nog eentje vanaf kunnen? YOLO, we proberen het gewoon. Waarschijnlijk gaat hij dood, maar dan gaan we gewoon een nieuwe zoeken. Fuck that shit. Hij is dood, helaas. Zo. Ik moet er nog helemaal namen verzinnen of allemaal Pokémon. Zo, ja, hier hebben we er nog een. En een mannetje. Weet je, een mannetje is altijd voor. Eigenlijk boeit het voor mij om niks in de Pokémon. Deze trouwens wel. Die kan je Pokémon's laten bangen, die bangen. Wat? Maar dit is chill, dan kan ik het drie doen als je super ver neer. En Zuko is bijna dood, dat is ook wel kut, hé. Hoed, de hoed. Hij heeft een hele hoge. We noemen hem hoge hoed. Ik heb het al, zo noemen we hem. Go, use that shizzle. Oh ja. 1, 2, 3. Oh, we hebben hem. Oh my gosh. Waarom kan. Oh, verkeerde knop. Zit ik weer op de verkeerde knop, hé? Ja, we noemen hem. Waar staat de H? Hier staat de H. En dan doen we zo. En dan doen we zo. Het is gewoon zo met de mes. Hoge. En dan. Hoed. Hoge hoed. Oké dan. En we hebben een hoge hoed. Ben ik daar blij mee? Op zich wel, ja. Je kan headbutt aan een boom doen. Kijk, dat is weer interessant om te weten. Dat je headbutt kan doen tegen een boom. Ik bedoel, weet je, als je veelt, sla je gewoon je kop tegen een boom aan. Ik bedoel, dat is wel handig, hè? Kop tegen je boom aanslaan. Of een. Vergeet wat ik zei, weet je. Ik ben helemaal in de war. Nou, Rattata, flikker naar het op. Jou hoef ik niet. Ik wil trouwens, rennen. Want dadelijk ga ik dood. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ik bedoel, als deze geweldige Pokémon meteen dood gaat, is niet chill. Dus ze passen daarvoor op. En hebben een hoge hoed van level 3 met een verrasker. Nou, ik hoef maar eentje, sorry. Doei. Even pakken we. Zo. En dan rennen wij. Langs het gras. Want ja, ik heb geen zin om meer Pokémon's te vangen. Of Pokémon's tegen te komen. Ik bedoel wel om te vangen, maar niet om tegen te komen. Weet je van, fuck jou. Nou is deze Pokémon, Marukt, zeker weer wel uitgerust met Pokéballs. En is niet meer de kutmarkt, maar de Pokémarkt. Er zijn twee mensen volgens mij. Ze hebben in ieder geval Pokéballs. Hoeveel Pokéballs wil je? Nou, ik wil. Nou, laten we zeggen, ik heb er in mijn bek 5. En dat is dit, dan wordt het 10. Ja, dat klinkt als een mooi getal. Ja. Doei. Flikker een eind op, godverdomme. Ik zeg toch, doei. Dan heb ik gewoon even 1200 euro uit. Nee, ik klik naar links, niet naar boven. Jongens, wat is dit? En dan hier, weer gras. Oh nee, gras. Ik ben vergeten langs Pokémon Center te gaan. Ja, dat moet ik nu wel eventjes snel doen. Zoeken. En we gaan gewoon even alle Pokémon die tegenkomen trouwens gewoon doodslaan. Gewoon vind ik leuk om dood te slaan. Ik bedoel, ja, jij kan er iets anders van vinden, maar ik vind het gewoon leuk om die Pokémon dood te slaan. Dan weet je dat dan vast weer. Ik vind het gewoon leuk om die Pokémon dood te slaan.
Nou, la 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 la. En heb daar een Cyndaquil. En hoppakee, en hoppakee, en hoppakee. En dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Wij gaan trouwens Pokémon wisselen. Want ik wil Hoge Hoed wel even trainen natuurlijk. Switch met Zuko. We hebben Hoge Hoed. En we hebben hier dus nu Hoge Hoed achter ons aanlopen. Kijk, ga even met Hoge Hoed praten trouwens. Yo, yo bitch. Yo, yo, yo. Is je aan het dansen? Hij is in ieder geval blij. Oh, hij ruikt bloemetjes. Zou kunnen, want eronder staan gewoon bloemetjes. Oké, we gaan door. Met deze epische avontuur. Met deze epische avontuur, Jeroen. Je kan geen goed Nederlands, hè. Met dit epische avontuur. Nee, gaan we nu gewoon zo van... Wow, wow, wow. Het is nog een hoge hoed. Maar mijn hoge hoed is cooler, want hij is een lager level. Niet dat dat iets buiten maakt of hij cooler is of niet. Maar ik vind gewoon dat hij dan, ja... Cool. Oh shit, hij gromt. Maar ik tackle jou. Bam. Oh. Ik weet trouwens dat het heel veel XP opwekt als je een Pokémon van een hoger level neer weet te halen. Dus dat gaan we sowieso doen. Dan gaat hij denk ik wel naar level 4 als ik dat in mijn eentje kan doen. Oh, een critical hit, dat is nice. Als ik nou nog een critical hit heb, dan heb ik hem neer en anders niet. Maar hij is zeker weer super sterk aan. Nou, het valt toch best wel mee. Ik win het sowieso wel. Nog een critical hit. Yes. Yes. Succes, baby. Kennen jullie de meme? Ik hoop het wel. Zo'n baby staat zo... Yes. Succes. Dat is cool. Ik heb nou niet opgelet of ik nou een level hoger ging. Nou ja, dikke YOLO. La la la. Da 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 da. Fuck jou, Pokémon. Hè? Denk je van, oh, nog een hoed. Wat een goed plan. Ja. Waarom kom ik helemaal geen pitjes meer tegen? Dat vind ik niet zo leuk. Nou, eigenlijk... Hey. Ken, waarom mag ik niet weg? Wat is hier aan de hand? Wat? Oké, okay, fuck. Ik heb het drie keer geprobeerd. Nou ga ik mijn groene nemen doen. Even op zijn pillenpetje geven. Hoe dat is. Oké, got away safely. Oké, dan. Vroeger had ik altijd soms Savelli. Ja. Feitje, een nutteloos feitje. Vroeger had ik soms Savelli, maar er staat Savely. Goed, een wilde hoed appeert. Nou, hoge hoed, ik zeg, jij gaat gewoon tackelen, die bitch. Oh shit, hij tackelt mij eerder. Dat is wel gevaarlijk, want ik moet critical hits hebben, anders ga ik dood. En wat ik zeg, komt gelijk. Ik heb echt veel critical hits nu, hé. Fucking lucky, hé. Wauw. Wauw. Chill. Best wel veel XP wat ik ervan krijg. Ik heb echt het gevoel dat ik echt veel te veel XP krijg, joh. Kan aan mij liggen, natuurlijk. Ik heb hier kut voor nodig. Kutzooi. Wat moet ik dan doen? Waar moet ik heen? Jongens, help mij! Ik ga wel toch nog een keer terug naar boven, dat ik even met die mensen daar woon ben. Dan weet ik zo hoe en wat en waar en wanneer en... ren voor je leven, bitch. Fuck jou, wat nou, can't escape. Ik was een level hoger, waarom mag ik niet escape? Het is alleen maar een Pokémon van hetzelfde of een hoger level. We gaan wel even praten. Yo, heb jij nog iets nuttigs te zeggen? Yo. Life is delightful. Always new discoveries to be made. Ja, niks nuttigs dus. Oftewel, ik heb mijn tijd hier verdoen. Verdaan. Verneukt. Dat laatste klopt wel het meeste. Ja, verneukt. Verneukt de tijd. Oh, jongen. Ik was bijna. Go, hoog goed. Nou, hoog goed. Die rent weg. We got away, Savelli. Ja, niet Savely, want iedereen denkt, nee, Savelli. Goed. Nou, op zich. Decent. Decent sauce.
kennen dat YouTube kanaal, ik niet. Ik weet niet waar je het over hebt, welk YouTube kanaal, wat de fuck zeg je allemaal, als je dan maar reclame te maken voor anderen. Oh, kijk nou eens deze battle for party, kijk. Dat is dus wat we moesten doen. I just lost, so I'm trying to find my Pokémon. Wait, you look weak. Come on, let's... Nou, bedankt. Bedankt, dat is mijn eerste, of mijn tweede gevecht met de trainer trouwens. Dus ik ben wel benieuwd. Youngster Joey. Loopt hij nou vast? Hij loopt vast! Nee! Na 10 minuten! Dan moet ik die 10 minuten van mijn leven weer opnieuw doen! Nee! Oh nee, wacht, fuck, ik heb hem niet opgeslagen, ik moet eens een half uur opnieuw doen. Nou, fuck my life, mensen. Dit is wat ik in de eerste aflevering zei, van je moet opslaan, Jeroen, anders dan gebeurt dit. Nou, nu weet je het dus, fuck my dikke leven, hij loopt hier dus vast. Dus ja, bedankt voor het kijken. Dit ding is vastgelopen, dus ik moet eventjes gewoon, ja, wat is dit? 25 minuten aan gameplay opnieuw doen. Om weer terug te komen op dit punt. Nee, meer voor mij. 35 volgens mij. Ja, 35 minuten aan gameplay. Dus, fuck my life. Ik ga het even opnieuw doen. Hopelijk zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. En dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Je toffe peer, hey? Later!